Jullie hebben massaal gestemd en de winnaar is geworden... Ik ben Anne, de presentatrice van Kinderen voor Kinderen. En vandaag gaan wij de kandidaat bekendmaken die samen met Kinderen voor Kinderen en de winnaars van het Okido-podium mag optreden in Live in Concert. Nou, jullie hebben massaal gestemd en de winnaar is geworden... Kaylee! Kaylee, die weet nog van niks, dus we gaan haar verrassen. Gaan jullie mee? Hallo, daar Hallo. Zijn we dan voor Kinderen voor Kinderen. Wij komen voor Kaylee. Ja. Ik hoorde dat ze nog op school zat, dus kunnen wij hier misschien stiekem een verstopplekje gaan zoeken? Kom binnen. Oké, jongens, kunnen jullie mij misschien even helpen? Want ik heb een goede verstopplek nodig, want Kaylee mag me natuurlijk nog niet zien. Misschien onder de tafel? Oké, even kijken of dit... dit wordt een beetje krapjes. Ik denk dat ik hier niet helemaal onder pas, toch? Nee, hè? Oké, even kijken. Jongens, zien jullie me nog? Ja! Ik denk dat ze me zo heel snel ziet, toch? Ik denk dat ik mijn ideale verstopplek heb gevonden. Hierboven op de trap. En als Kaylee zo meteen door die deur naar binnen komt, dan zit ik daar, hier. En dan, surprise! Hallo Kaylee! Hallo, jij bent de winnaar! Jij hebt de meeste stemmen gekregen van de kijkers thuis en jij mag meedoen met Kinderen voor Kinderen Live in Concert. Hoe vind je dat? Heel erg leuk. Ja? Is het een droom voor je? Ja, ik wou heel erg al graag met Kinderen voor Kinderen op het podium. En nu mag dat, nu kan dat! En Kaylee, ja, ik weet dat jij heel goed kan hula hoepen, hè? Maar hoe ben je daar nou zo mee begonnen? Nou, ik dacht eerst, ik ga eens proberen te hoepelen. En eerst lukte het heel vaak niet. En toen ging ik het verder oefenen. En toen lukte het steeds. Okay. En toen ben ik het steeds langer gaan doen. En toen was het ineens dat ik het heel lang kon. En dat je het ook heel goed kon, vooral, hè? Ja, want ik vind je wel echt een talent met die hula hoepen. Ik vraag me af, ik wil het ook wel eens proberen. Maar ik weet niet of ik het heel goed kan. Maar zullen we eens kijken of je het mij een beetje kan leren? Ja, is goed. Oké, let's go. Oké, Kaylee, jij bent hier de expert. Ik moet zeggen, dit heb ik niet heel vaak gedaan. Dus waar moet ik op letten? Want ja, ik zie een hele grote hoepel. Hoe doe je dat? Hoe begin je? Nou, je begint eerst dat je hem goed beet houdt. En je moet niet al te veel met je heupen bewegen. Het is gewoon een beetje dat je met je heupen een beetje heen en weer beweegt. Kijk, zie je? Dat bewijst maar weer dat jij echt een talent hebt en dat ik nog wel een beetje meer mijn best moet doen. Ik wil je even heel, heel, heel veel plezier en succes wensen. En ik kan niet wachten om je straks te zien. Dank u wel. Oké, zullen we even afsluiten met een goede okido? Voor goede succes wensen? Oké, 1, 2, 3. Okido! Nou, dat was een feestje zeg. Kaylee was zo verrast. Wat een geweldige reactie. Nou, ik ben heel erg benieuwd naar haar optreden bij Kinderen voor Kinderen Live in Concert. Jullie ook? Kijk dan zaterdag 10 november om 19:30 naar Kinderen voor Kinderen Live in Concert bij ZEP op NPO 3. Check de video van gisteren, check de video vandaag. Geef een duimpje omhoog.